Oh yes! Marcin Jonker! Oh, wat een aas! Klopt dat op de 25 meter! Oh. Dat is daar alleen commentaar in. Oh, dat was ik aan toe, hey. God non, je. 80ste minuut. Sick. Prova a stoppar di palla. Fela, nee, terug op de keeper. Allee, gewoon zeker. No. Ook even voor het Limburgs commentaar geven. Dan kunnen jullie ook de hele situatie inbeelden. Ja, dat kan goed. Kan dat ook goed. Cool. Oh nee, dat gaat... Dan is het Jorge Molino dat erin als de shoot-up gewoon met de bal gaat net over. Is het titel net de bal hoe het kind kan schieten. Dan gaat voor een korte paas op David de Vauw. Wat die kan ik goed hier. Laurent Delonge speelt hem dan op Willem Jansen. Willem Jansen geeft 1-2 aan. Willem Jansen geeft diep. Maar dan komt de bal helaas mee. Dat is het Jonker dan doet de bal ongeschopt. Dan speelt een brede op Laurent Delonge. Dan geeft hem diep met op Jonker. Dan is het Jonker op de rechterflank. Jonker kan het weergeven. Jonker geeft weer. Is het pluim voor de goal. En de bal gaat naar links vandaan. Spannende wedstrijd. Nog 5 minuten te spelen. Het staat 2-2. En de keeper van Real Betis gaat uitschieten. Daar komt dat uit. Trapt dat kump. Ongeveer ter hoogte van de middenlijn. Is het Rob Wielacht dat de bal verlengt. Maar hij verlengt hem naar achter. En dan is het nu Real Betis. Geweldig erin, dat is op de rechterflank. Maar dan gaat een paar met elkaar gaat verdedigen. Dan gaat Maxi Breit en met een perfecte tackle. Verzorgt dan de corner. Is het Real Betis met in de corner. 90ste minuut zitten voor. Het gaat, de scheidsrechter had besloten een vrije trap te geven. De vrije trap werd genomen door Nacho. Is het titel dat hij merken neerzet, maar de bal gaat veel langs. Hij is langer weg, maar dan is het toch nog een gevaar op de 16. Maar dan is het Davy de Vauw die goed ingreep. En dan is het nu toch weer op de linkerflank gevaarlijk. Komt daar voorzet van Real Betis, maar dan is het Jimmy aan het opruimen. Nu kan Roda gauw counteren als de scheidsrechter nog toelaat, want dat is namelijk altijd. En de bal is nu in Mats Jonker en dan geven we hem diep met op Willem Jansen. En dan geeft Willem Jansen, dan kan hem diep met hebben. Oh, dit was spannend jongens. Ja, helaas, kanker. Abidal. Dat niet, dit is niet te lang. Maar dan is het toch weer de bal bij Mats Jonker. Mats Jonker geeft de 1-2 aan. Maar is het Willem Jansen dat zelf weer de 16 en geeft de shoot. En dan, in de hang van de keeper en dan ziet het er nog uit dat ze gewoon verlengen. Of toch niet. Nu komt de bal nu William Plum. Dat is een overtreding, scheids. Dat is een overtreding. Scheids heeft het gezien. Randje 16, Kruidminer, Roda dan toch nog de vrije trap. Wat gaat Roda met de vrije trap doen? Willem Jansen geeft hem nummer. Maar dat werd gesmengende variant. Dat legde hem inderdaad op. Door liggen maar af. Dat is Jimmy Hemd en dan schiet hem met links kiezelhard. Maar dan gevlucht toch een verdediger weer. En dat is nu alsnog Willem Jansen op de linker. Dat is Hans, scheids. Dat is Hans, maar de scheids doet het niet. En Roda gaat gewoon verder zonder penalty. Is de bal nu met de hoogte van de middenlijn. Is het in de bezet van Real Betis. En dan gaat de scheids vloed vuurder is voor het einde van de wedstrijd. En nu werd het spannend wat er gedaan werd. Werd het die een gelijkspel gehouden of komt voor verlenging en strafschoppen. Oeh, wat boah, wat een fucking micho hoor. Wat een sessie. Boah. Daniel Alves. Boah, een ekel. Doet hij 2-2 gelijkspel eindigen. Ja, en dan vraag ik me daarna van een revanche. En dan krijg ik ook met de tering hoor. Contrasto vincente di Daniel. Heb je het opgenomen?